deze. Is dat voor jou, Def? Ja, hij is wel lekker actief. Hé, hey Def, zeg zoi. We doen even een attempt op vloggen. Hey. Je weet het, een beetje vissen kijken Cichlid vandaag. Gang. Cichlid gang. Stoere jongens met vissen. Passen ze wel een beetje bij je, Def? Ja. Niet naar gupjes kijken. Fishing in the hood. Fishing in the hood, let's go. Zo gaat deze aflevering eten. Zo, dames en heren, ik ben hier met mijn eerste vlog. Hé, Ida? Zeg hoi op de achtergrond. Hoi. Hi. Ik ga gewoon proberen een vlog te maken voor jullie mensen. Jullie mogen gewoon kijken wat het ervan wordt. Een vissenvlog met mijn aquarium hier op de achtergrond. Jullie zien hem. Ze zijn er allemaal. Nou, enjoy en laat me weten wat je ervan vond. Thumbs up. Laters. Hey Lina, ben je lekker aan het mediteren, kijken naar vissen? Kom je ook in mijn poging tot vlog? Zeg eens hi. Mooi. Gang gang. Vissen in de hoed. Zalmpjes hier zo. Paarden. Deze lijken zeg maar op de boze schooien. Ja, toch? Nee, alsof ze een brilletje op heeft, alsof ze boos kijkt, zeg maar. En nu ga je je best doen. Nee, nee. Ik wil die echt niet. Ik wil die echt niet. Wow, you're big, man. Nee. Wat heb je gegeten? Kijk. Jezus. Hoe heet je eigenlijk? Robert. Robert. En jij? Ik? Ik heet... Nati Ketchumal. Nati Ketchumal. En dit is Def Slayum. Geweldige vis deze. Hey. Even die naam kijken. Hé. Hey. Ik zelf ben gekomen voor deze. Super. Barbaarse. Lekker hoor. Afrikaanse vis. Ik weet niet hoe die heet en waar die vandaan komt. Heel apart, heel mooi. Deze vissen lijken een beetje op die mannen van 300. Gek soldaat. Ik denk dat het zo'n iets hebben, man. Wat voor jou? Lijkt op die ene die dood is gehad. Dat moet wel even eruit knippen. Niks gaat dood. Niks gaat dood, anders. Het wordt alleen opgegeten. Nog eentje voor jou, Def. Gaat er wel tegenaan, hè? Is wel mooi. Goeie die baarsen die ik wil hebben. Goeie die snel. Ja, wel, wel zo. Dat is zeker als het goed voert. Ja? Goeie is echt snel. Goeie is echt snel. Oh jee. Daar gaan we dan.
Ja, dit is wel een goeie. Ja. Wat zei je, sorry? Lina heeft smaak. Man. Lina heeft smaak. Schatje, wat heb je weer meegenomen? Wat wil je weer? Ja, ik moet het maar doen, hè, want die baas is. Kan je wel de grootste eruit vissen dan? Houd het uiteindelijk, makkelijk maken. Ik wil eigenlijk die nu, zeg maar, naar die kant zwemt, die achterste. Deze? Ja, die. Ja, als je de twee schept, dan is het voor ons, hè? Ja, die. Ja, schep maar! Ja, schep maar! Ja, die is cadeautje hier dan. Zie je dat? Speciaal voor jou. Oh, hij is weg. En die wil niet mee naar Den Haag. Die, hè? Ja. Het was deze, hoor. Het was die, echt. Wil je nog één keer lastig vallen? We toch die hebben. Precies hier, deze hier in de hoek. Lukt wel. Ga je lekker mee naar Den Haag, jongen? Ik zijn beeld gaan bij je spelen. Ja, klopt. Twee ziekenhuis. Dat was het toch? Voor jou? Die niet? Nee, die niet. Ja, dit was het. Vier sticks. Robert? Ja? Wat doe je me aan? Zeg het eens. 110 euro niet. Je bent niet goed, wijs. Schatje, niet betalen, alsjeblieft. Jij betaalt. Het is jouw pas. Het is jouw pas, Nati. Het pijnlijkste moment van vissenhobby is de kassa. Is de kassa. Godverdorie. Ik heb wel een cadeautje gekregen. Moet ik wel zeggen van... Verduin vissen. Robert, dankjewel. Nou, alsjeblieft. Wat zijn het? En de guppies. Ja, guppies. Ja. Guppenmix. Die zijn speciaal voor die nieuwe vissen. Maar we gaan kijken of we er wat mee kunnen doen, man. We hebben onze... Gupkweker. Gupkweker, Dad. Let's go. Bakje van Def, een mooi aquarium met zijn guppiebakje en nog een extra schildpad. Daar zit een hoekie. Schuppen, mooie innovatie. Kan eens even bespelen met zijn joystick. Green Terror, kersenbuikje, grote kooi, schildpad, zoetwaterbarracuda, Oscartje. Kwikwi en een bichier. En nu gaan we deze erbij zetten, of niet? Malawi, nog een paar guppies gekocht. Def, Def. Guppen kweken, Viton. Je weet het. Even wennen. Wie wilt hem eten? Ja, jij wilt hem wel eten, hè? Nee, maar deze eet je niet. Deze kan je niet eten. Kijk eens. Schitterende vissen. Zo, deze heb ik er ook even bij gekocht. We gaan even kijken wat hij doet. En nu gaan we jullie vier. Wat heb je daar, man? Wat heb je allemaal daar? Een Jaguar, zie ik niet. Hé, rustig schatje. Twee baarsen. En een gekke. Die ene blauwe van daarnet. Jullie hebben hem al gezien. Hier is die. En die gaan allemaal eventjes hierbij. Let's go. Hey Def. Die had toch een beeld hierin? Ja, die boot. Alles eruit gewoon. Zo, nou wat een beetje geacclimatiseerd te zijn. Gaan we ze vrij laten, één voor één. Laten we beginnen met... de Jaguar. Ja, gaat als eerste in de diepte. Wordt hij niet aangevallen? Nee? Oké. Gaan we gelijk eventjes de rest erbij gooien. Daar komen ze.
Zo, alles zit erin. Daar zijn de twee baarsen. Arowana, kijk even wat is goed. Daar is de Jaguar. En twee pauwoogjes. Oh, de Jaguar werd even weggejaagd. Doe een slangetje. Die andere baars. En hier is... Ja. Ik weet niet eens hoe die heet. Maar hij is wel heel erg mooi. En heel blauw. Ik ga eventjes die plantjes weer terugzetten. Want die worden weer elke keer uitgeslagen. Dat is mijn snakehead. Maar Rowana kijkt toch eventjes naar die baars. Hè? En denkt, hey, jongen. Niet vergeten wie hier de baas is. En nu gaan we ook gelijk eventjes... deze wavemaker erin stoppen. Let's go. Oké, de plantjes zijn op zijn plek. Alles staat weer. Alles zwemt. Ik heb hem geprobeerd. Deze. Maar hij is toch voor wat kleinere aquariums. En niet voor zo'n groot als dit. By the way, hij is 1,70 meter lang. Zo. Voor een paar guppies. En die gaan er lekker bij. Bon voyage, homies. Oh shit, die Oscar komt gelijk choppen. Kitty go. Idioot dat ik vis heb gekocht. En wanneer het thuis komt, die is die weer dood. In de ochtends zie ik die weer. Ik zet dit gewoon op YouTube. Kijk mensen, dit is zo is mijn familie. Ze vinden mijn vissen een ding heel raar. Ik weet niet wat ze is meteen. Maar maakt niet uit. Daar zijn ze, zeg eens hoi ma. Dat is moeders. Ze weet niet dat zij is mijn nummer 1 sponsor, mijn nummer 1 fan. Zij, als ik haar geld vraag, dan regelt ze dat altijd voor mij, hè, maar... Ik sluit even mijn vlog af. Laat het even weten, ik vind het hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden en dat jullie ervan hebben genoten. Laat me weten wat jullie ervan vonden. Ik ga nieuwe vis kopen, nieuwe erbij zetten. En ik ga ook vloggen wanneer ik ze ga voeren. De stay tuned. En by the way, dit is een dag later gefilmd. En ze hebben mijn baars en mijn Jack Dempsey opgegeten. Lina de Vissen. Hey schat. Is goed. Maar maakt niet uit. Mijn moeder die lacht daar. Zij weet niet. Maar, schatje. Mag ik een tientje? Zie jullie volgende week. Later.